Albert Somer, u bent voorzitter van de Grootvink. Klopt, volgvereniging de Grootvink, hier in Almelo. Wat is hier aan de hand? Ja, we hebben onze jaarlijkse vogeltentoonstelling voor de eigen leden. Eigenlijk een voorloper voor de districtsentoonstelling en de wereldkampioenschappen in januari in Zwolle. Dit organiseren we dus elk jaar. Dit jaar hebben we 42 deelnemers, 500 vogels bij elkaar gebracht. De vogels worden beoordeeld, dat is afgelopen dinsdag gebeurd door speciaal opgeleide keurmeesters. En er zijn natuurlijk prijzen uitgedeeld in de diverse soorten. Nou, aan de hand van de prijzen, maar ook de punten die vogels krijgen van de keurmeesters, gaan mensen hun kweekselectie toepassen. Maar ook kijken van waar kunnen de vogels nog meer, naar welke tentoonstelling kunnen ze nog meer gaan en is dat de moeite waard? Nou, wij hopen natuurlijk dat een aantal van onze leden in januari naar de wereldshow gaan in Zwolle. En gouden, zilveren en bronzen plakken gaan binnenslepen voor onze vereniging. Wat zijn de kansen volgens de keurmeesters? Nou, de kansen zijn wel groot. Maar we zijn natuurlijk altijd afhankelijk van wat andere mensen insturen. Maar we hebben goede kwaliteit vogels zitten op deze tentoonstelling. En in allerlei soorten en maten. En ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Dus we hebben wel een goed vertrouwen. Heeft Almelo een beetje naam in de vogelwereld? Almelo heeft zeker een naam in de vogelwereld. Ten eerste omdat wij een van de grootste van de district Overijssel zijn. Daarnaast omdat we een aantal bestuurders hebben geleverd in het district, maar ook landelijk gezien. Ik ben zelf in het landelijk bestuur actief. En onze vogels doen het heel erg goed op tentoonstellingen. Ja. Wat kost een vogel? Ja, dat ligt een beetje aan welke soort vogel het is. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Een zebravink van 10 euro. Maar misschien ook wel een papegaai die een paar honderd euro kost. Die zitten hier niet vandaag. Want anders zouden mensen misschien kunnen denken van, hey, dan zitten ze daar ook op de show. Dat is dus niet het geval. Maar het is maar net wat de liefhebber ervoor over heeft. Wat hij kan besteden aan vogels. Dat is het mooie van deze hobby. Ik zag net hele kleine vogeltjes uit Indonesië, schitterend mooi van kleur. Die lijken mij knetterduur. Nou, de prijzen vallen wel mee. Doordat er een export- en importverbod is op dit soort vogels, worden ze niet meer geïmporteerd. Dat betekent dat kwekers ze zelf moeten kweken en daarmee, als dat een succes is, dalen ook de prijzen. Op dit moment worden voor die vogels die u in gedachten heeft nog wel wat geld betaald. Ik hoor prijzen van 300-400 euro. Dat zou kunnen.